Ruim 9000 medewerkers van Rijkswaterstaat werken aan het beheer van onze wegen en wateren. Onder andere om ons land tegen hoogwater te beschermen. Hiervoor zijn 6 stormvloedkeringen gebouwd. Op een van die keringen werkt Ilse. Ja, dit vind ik dan wel het mooiste wat er is. Dat je dan hier zo aankomt rijden en je gaat de hoek om en dan zie je opeens gewoon de Maaslandkering liggen. En dan heb ik eigenlijk altijd wel 's ochtends een geluksmomentje van ja, hier mag ik gewoon weer een hele dag aan werken. Ik ben bezig met het plannen van het onderhoud van de Maaslandkering en de Hartelkering. En ja, dat moeten we wegzetten in de tijd, maar ook zorgen dat er geld voor gereserveerd wordt. En dat er mensen zijn die het werk ook kunnen uitvoeren. Nou, uiteindelijk is de Maaslandkering gebouwd om ook daadwerkelijk dicht te gaan als er een storm aankomt. En om dat voor elkaar te krijgen, moeten we zorgen dat hij in op- en top conditie is. En dat is best wel interessant. We doen hem niet zo vaak dicht, dus hoe zorg je er dan voor dat je zeker weet dat hij in goede conditie is? Ja, dat zullen we ook moeten testen, moet je zorgen dat je hem onderhoudt. Je kan het ook vergelijken met je huis. Moet je ook af en toe je kozijnen schilderen of even schoonmaken. Dat is eigenlijk ook allemaal asset management in die zin. Je bent bezig met het onderhoud om te zorgen dat je het kan gebruiken zoals je het wil gebruiken. We staan nu bovenop de kerende wand. Dat is eigenlijk een van de twee kanten. Je hebt hier noord en je hebt daar zuid. En dit is eigenlijk dat wat straks het water keert als we gesloten zijn. Want als we gaan sluiten, dan gaan we eerst de dokken vullen met water. Dus dan gaat dit eigenlijk drijven als een bootje. En varen we eigenlijk de nieuwe waterweg op. En gaat de kering zichzelf vollopen met water. En dan zakt hij eigenlijk als het ware naar de bodem. En als hij hem op de bodem staat, dan zijn we hier een grote muur om het water buiten te houden als het moet. Als je het vergelijkt met de Eiffeltoren, dan kan je hem 2 keer naast elkaar zetten. Dus dan heb je het wel over een behoorlijke omvang. Er wordt wel eens vaker gezegd dat eigenlijk beheren en onderhouden helemaal niet zo sexy is en niet zo spannend. Want nieuwe dingen bouwen, ja, dat is vet. Maar ik kom daar wel echt van op terug. Juist omdat hier heel veel dingetjes in verstopt zitten. Hoe werkt dat eigenlijk? Oh, dat was zo bedacht, maar er zijn nieuwe wetten of regels. Nou, moet je eigenlijk andere oplossingen verzinnen. Maar dat moet je zien in te passen in iets wat al bestaat. En dat vind ik wel de leuke puzzels uit mijn werk. De Maaslandkering is wit, omdat hij daarmee heel veel licht weerkaatst. En daardoor zet hij minder uit bij warm weer. Dat moet je wel goed conserveren. Dus eens in de 20 jaar proberen we dat er strak in de lak te zetten. Hier beneden zijn we nu de onderzijde van de kerende wand aan het conserveren. En dat doen we allemaal in deze tenten, omdat het ook best wel een beetje een vies klusje is. Het is niet iets wat we willen dat in, bijvoorbeeld in het water terechtkomt. Maar dit is het werk. Wat in mijn geschiedenis al is voorbereid. Ik ben bezig met het werk van de toekomst. Het onderhouden van de Maaslandkering doe ik echt niet helemaal zelf. Dat doen we samen met een team. Dat is een heel hecht clubje. En ik vind het heel vet dat ik daar een deel van mag uitmaken. Ze hebben de Maaslandkering ontworpen als een soort grote robot. Dus hij maakt zelf de beslissingen wanneer die dicht zou moeten gaan. Als die niet sluit, als het wel moet, ja, dan gaan wij over tot herstel. Dan gaan wij het zelf doen. Ik vind de techniek altijd wel interessant. Maar ik vind het hier leuk dat het niet alleen de grote dingen zijn die het hem doen. Het is juist het samenspel van alle hele kleine dingetjes met alle hele grote dingen. Wat uiteindelijk ervoor zorgt dat een enorm object straks in beweging gaat komen. Ja, dan denk ik, wauw. Het is een hele verantwoordelijkheid om deze rol te hebben. Maar als de Maaslandkering ook daadwerkelijk dicht gaat, moeten we er echt staan. En dan gaan we ook onze waarden laten zien van waarvoor we hier zijn. Ja, dan ben je gewoon bezig met het beschermen van miljoenen mensen. En dat is wel, ik ben geen arts of dokter, maar op dat moment ben ik levens aan het redden. En dat vind ik eigenlijk super vet, ja.